Eeuwen geleden was half Nederland bedekt met een dikke laag hoogveen. Het was er nat en drassig. Door jaren van veenafgravingen en ontwatering zijn daar nog twaalf gebieden van over. Vijf daarvan liggen in Overijssel. Die overgebleven gebieden dreigen te verdrogen. En dat is jammer. Hoogveen biedt namelijk een plek aan unieke planten en dieren. Bovendien helpt het klimaatverandering tegengaan. Hoogveen slaat net als bos CO2 op, tenminste, als het goed functioneert. Want wat is hoogveen eigenlijk? In gebieden met een harde ondergrond blijft regenwater staan. Op deze natte, zure bodem groeien veenmossen. Deze plantjes sterven van onderen af, maar verteren niet omdat er geen zuurstof bij kan komen. Tegelijk groeien ze van boven weer aan. Zo ontstaat er een dik kussen van dode plantenresten dat steeds hoger wordt, het hoogveen. Deze unieke ondergrond zorgt voor een leefgebied voor unieke plantensoorten. En dat trekt weer bijzondere dieren aan, zoals vlinders, libellen en slangen. Langs de randen komen vogels voor die je bijna nergens anders ziet. En na eeuwen afwezigheid broeden er zelfs kraanvogels in het hoogveen. Door uitdroging verdwijnt het leefgebied van deze dier- en plantensoorten. En komt er bovendien veel CO2 vrij. We willen de Natura 2000 hoogveengebieden in Overijssel daarom weer beter laten functioneren. We maken de gebieden natter en zorgen dat het water minder goed weg kan. Zo kunnen we blijven genieten van deze bijzondere natuur.